De suikerbietenoogst is in volle gang. Sneller dan ooit, want het rooien met de hand neemt hand over hand af. De rooimachines doen het veel gauwer en zeer doeltreffend. Alles in één keer. En dat komt dit jaar goed uit, want de oogst is overvloedig. Bij de suikerfabrieken, zoals hier in Halfweg, worden de bieten in massa's aangevoerd per schip of met vrachtauto's. Bij het lossen wordt gebruik gemaakt van een hoge druk waterkanon dat de bieten naar een goot spoelt, waardoor ze de fabriek binnenstromen. Eerst worden de suikerbieten nu in grote draaiende wasmolens schoongemaakt. En daarna gaan ze naar de snijmolens, waarin ze in fijne repen worden gesneden. Het snijdsel wordt dan verder getransporteerd. En nu komt de volgende fase, het winnen van het suikersap door het diffusieproces. Na een eerste zuivering komt dit dun sap tevoorschijn, dat in een verdampingsinstallatie wordt ingedampt tot dik sap, dat 65% suiker en 35% water bevat. Uit het dik sap wordt in de kookpannen zoveel water verdampt, dat een dikke brei van stroop met suikerkristallen ontstaat. Deze wordt in koeltroggen iets afgekoeld, waarna in geperforeerde centrifuges de stroop van de nog warme suiker wordt afgeslingerd, terwijl de suiker zelf tegen de trommelwanden blijft zitten. Als de centrifuges tot stilstand zijn gebracht, valt de suiker die nog verder gekoeld wordt eraf. Na droging gaat ze naar de silo's of naar de verpakkingsafdeling van de fabriek, waar ze in razende snelheid in kiloverpakkingen wordt verwerkt. Zo heerst er op het ogenblik, na de voor de suikeroogst ideale weersomstandigheden van deze zomer, in alle suikerfabrieken van ons land een grote activiteit.